You developed software for the FBI that can recreate a face from a voice recording, right? Yes, that's right. We are working on recreating human faces from their voices. Is it possible to do it the other way around? So to make a voice from a face? Rembrandt van Rijn. Een van Hollands grootste meesters ooit. Een ongeëvenaarde kunstenaar die als geen ander de kunst van het licht en donker meester was. Maar niet iedereen weet dat meester ook leraar betekent. En dat Rembrandt zelf een groot deel van zijn leven heeft gewijd aan zijn pupillen. Rembrandt heeft beroemde kunstenaars zoals Ferdinand Bol, Govert Flink en Willem Drost onderwezen. Als trotse hoofdsponsor viert ING samen met het Rijksmuseum het Rembrandtjaar. Wat als we ter ere hiervan Rembrandt als leermeester weer terug kunnen brengen, zodat iedereen van hem kan leren schilderen? In 6 tutorials leert Rembrandt zelf je een van zijn grootste specialiteiten, het portret. Alles wat Rembrandt Rembrandt maakt, hebben wij geanalyseerd. Zijn schildertechniek, zijn karakter, zijn taalgebruik en zijn stem. Maar hoe hebben wij Rembrandt als leermeester gereconstrueerd? Vooral zijn manier van het aanbrengen van textuur in de schilderijen. Daarvoor had hij 3 methodes. 2 had hij gejat van iemand anders. Het inkrassen in de verf en het boetseren. Zo driedimensionaal maken van onderwerpen. In zijn later werk heeft hij een andere methode daaraan toegevoegd. En dat was het opbrengen van verf met een paletmes. Wat hij precies meegaf aan zijn leerlingen was hoe je kunst maakt. Hoe je een compositie maakt. En hoe je je eigen stijl ontwikkelt. Een teken van zijn grote ambitie is dat hij signeerde alleen met zijn voornaam Rembrandt. Hij wou niet een gewone Nederlandse schilder zijn. Nee, hij wou echt een van de grootste meesters uit de kunstgeschiedenis zijn. En het waren de grote Italiaanse kunstenaars van de Renaissance die hun voornaam en alleen hun voornaam gebruikte. Dus Rembrandt deed dat ook. Ons beeld van Rembrandt is een eigenzinnig kunstenaar. Hij was misschien de meest ambitieus kunstenaar van de Gouden Eeuw. Het is wel een uitdaging natuurlijk om Nederlands terug te vertalen naar de taal van Rembrandt. We hebben ook gekeken naar de brieven die bewaard gebleven zijn van Rembrandt. En als je dan die taal ziet die Rembrandt gebruikt, dan zie je dat het helemaal geen hoogdravende taal is, maar vrij bazaal. Als je in de geest van de 17e eeuw wilt kruipen, moet je ook zorgen dat je alleen woorden gebruikt die in de 17e eeuw gebruikt werden. Rembrandt is a very well-known figure. We had been looking at recreating the human persona from voice, and we were not seriously thinking about recreating the voice from the face because we know it's a harder problem. It was certainly the obvious next step. We selected about a dozen of our most brilliant and creative students and formed think tanks and working groups. We were able to gauge the facial measurements from the portraits. The facial structure does tell you a lot about the structure of your skull. Knowing the structure of the skull, we might be able to deduce the size of his vocal chambers. These regions here, it's the exact same as like the subglottal region. We worked very closely with the historians and other experts to get as much information as possible about what kind of a person Rembrandt was. We had to design specific AI systems to impart the finer aspects of his voice. I believe at this point the rendering is good enough that if someone from Rembrandt's
time who knew Rembrandt closely heard it, they might, just might be confused. Gij begeert van mij te vernemen hoe gij mijn schilderij zou kennen hanteren? Ha, vooral zeg ik u, niemand, behoudens mijzelf, kan schilderen als Rembrandt. Maar zonder wagen niet vergaren. Beziet mij de lessen en ik onderwijs u de geheimnissen der schilderkunst.